De nieuwe 30-daagse gaat vrijwel helemaal over de maand juli. Wordt het een mooie maand of krijgen we te maken met wisselvallig weer? De nieuwe kaarten die laten toch een overwegend Hollands zomers weerbeeld zien. Ja, lange periodes naar het strand, dat kan soms in Nederland, of dat in deze 30-daagse periode gaat gebeuren. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Daarvoor ziet het er vrij wisselvallig uit. En dat betekent dat we ook wel vaak met wolkenvelden te maken gaan krijgen. Maar de temperaturen zijn over het algemeen aangenaam. En het is ook wel prima weer om gewoon lekker buiten actief te zijn als je in eigen land op vakantie gaat. Laten we maar eens beginnen met de weerkaarten van het Amerikaans model. En dan pakken we ook even het weekeinde mee. Want dit weekeinde wordt het nog zeer. Warm, heet zelfs, tropisch warm. Dat kunt u ook goed zien in de weekendverwachting die ik eerder heb opgenomen. Een zuidoostelijke stroming, daar hebben we op zaterdag en zondag mee te maken. En daarmee wordt die warme lucht aangevoerd. Maar die lucht die wordt ook geleidelijk aan onstabieler. En dat betekent dat er ook buien tot ontwikkeling gaan komen. En daarna, vanaf maandag, eigenlijk een meer zuidwest tot westelijke stroming. En u ziet het al, dan kunnen storingen vrij makkelijk over ons land heen trekken. En dat betekent dat je te maken gaat krijgen met een wisselvalliger weerbeeld. Wat gelukkig ook wel het geval is, is dat een hoge drukgebied boven West-Europa wel een beetje in de buurt blijft. En dat zorgt ervoor dat we af en toe ook gewoon een paar mooie dagen zullen hebben in deze periode. In de pluim kunnen we ook goed de warmte zien van dit weekeinde. In het midden van het land ook gewoon rond de 30 graden. Maar als dan die onweersbuien geweest zijn, is het vanaf maandag toch echt wel wat frisser. Dinsdag misschien nog een piekje, maar daarna heel constant. Temperaturen zo rond 22 graden in het midden van het land. 22, 23 graden, dat is ook wel de normale temperatuur. Als we dat klimatologisch bekijken. In het zuiden van het land mag u daar wel 1 of 2 graden bij optellen. In het noorden van het land is dat een graadje lager over het algemeen. Als we eens kijken naar de weerregimes die kunnen gaan optreden, dan zien we heel veel groen aan het begin van de periode. Dat is een nao-min. De nao-index Na is negatief. En dat betekent dat we eigenlijk te maken hebben met een situatie waarin de luchtdruk bij IJsland en omgeving hoger is dan gebruikelijk en rond het Azorengebied juist lager is. En dat is klimatologisch gezien precies de omgekeerde wereld. Want. Wat je normaal ziet, is dat het andersom is. Als we dan kijken naar eind juli, dan zien we wel heel langzaam dat er meer rood in gaat komen. En zo'n beetje aan het einde van juli en ook begin augustus, dan geeft dat rode aan dat de kans op meer hoge druk-invloed groter gaat worden. En dan zou er wat meer stabilisatie in het weer moeten gaan komen. Zo'n Nao-min-index betekent over het algemeen ook dat in het noordwesten van Europa en in het noorden van Europa het weerbeeld wat natter is. In het zuiden van Europa is het over het algemeen juist wat droger. En dat beeld dat zien we toch ook wel terug in de weerkaarten. Laten we maar eens kijken naar de luchtdrukafwijking voor volgende week. Dan zien we in de cirkel de Azoren met blauwgetinte kleuren. Dat betekent dus dat de luchtdrukafwijking daar lager is dan gebruikelijk. En juist in de omgeving van IJsland, IJsland ligt precies hier achter de label, daar is de luchtdruk juist wat hoger. De omgekeerde wereld, na o min En dat strekt zich uit over Groot-Brittannië en ook richting Scandinavië. Daar is de luchtdruk lager dan gebruikelijk. Met andere woorden, depressies zullen hier lang strekken. En dat zorgt voor een wisselvallig weerbeeld. In het zuiden van Europa zien we juist de hoge druk invloed. Qua temperatuur betekent dat dat we in Nederland rond normaal zitten. Nou is het zeewater heel warm, dus die temperatuur die zal niet echt heel laag zijn. Uh, ja, die 22, 23 graden in de middag bovenland, dat lijkt in onze omgeving toch zeer reëel. Gaat u op vakantie naar Centraal-Europa, Zuid-Europa, dan krijgt u het stralende, maar ook zeer warme zonnige weer. Gaan we een weekje verder, 17 tot 24 juli, zien we eigenlijk nog steeds die afwijking. Het wordt iets zwakker, maar nog steeds bij IJsland hier die hoge drukafwijking. En in het Azorengebied juist die afwijking naar lage druk. Kortom, dat weerbeeld voor die week zal niet heel veel gaan veranderen. Qua temperatuur ook niet echt die verandering. We zitten nog steeds zo rond normaal. Zuiden van Europa gaat u daarna op vakantie. Houdt u maar rekening met warme weer. Gaat u juist wat meer richting Scandinavië? Ja, dan kan het dan echt wel wat wisselvalliger zijn. Want die hebben ook sneller dan last van dat wisselvallige en natte weer in dit soort uh, drukverdelingen. Wat heb ik voor u nog meer? de afwijking van 24 juli, 31 juli. We gaan al heel erg vooruit. Maar nog steeds zien we daar een lichte nao min afwijking. Maar wat we ook zien is dat die lage druk invloed... dusdanig aan het worden is... dat die stroming wel meer ruimte gaat krijgen... om meer naar die zuid- of oostrichting te komen. Dan zouden we dus ook wat warmere lucht hier moeten gaan krijgen. En dat hadden we ook wel een beetje dat beeld... omdat dat blokkerend hoog misschien wat dominanter gaat worden... dat dat moet kunnen gaan gebeuren. Maar voor het zover is hebben dus eerst nog te maken met dat wisselvallige weerpatroon kans op neerslag Groot-Brittannië gaat u daarna op vakantie volgende week dat kan best wel eens een natte week gaan worden hoor want ja daar is echt uh, die depressietrein die daarover trekt zuiden van Scandinavië ook wij zitten een beetje op de ja op de wip als het ware in het noorden is die kans op neerslag wat groter dan in het zuiden neem niet weg dat ik ook voor het zuiden van het land voor volgende week echt wel wat buienactiviteiten verwacht voor Zuid-Europa, daar hoeft die paraplu niet mee in uh, volgende week. Want daar is het gewoon droog. De week daarna, 17 juli, 24 juli, nog steeds hetzelfde patroon. Het wordt wel allemaal wat minder hevig. De scherpe randjes die gaan eraf. In Nederland waarschijnlijk nog wel wat buien, maar geen. Excessen dat voorzie ik niet. En het zuiden van Europa blijft gewoon droog. Wat heb ik nog meer? Nou, dan gaan we eventjes naar het eind van de maand. Want dan zagen we die lichte verandering gaan optreden. Wat opvalt: een Europakaart die vrijwel helemaal rood gekleurd is. Heel Europa moet uh, op basis van dit. Kaartje, ja, toch echt warmer zijn dan gebruikelijk. We zitten dan uh, rond de maandwissel. En dat betekent dan ook dat we daar waarschijnlijk, als dit uit gaat komen, naar een wat stabieler weerbeeld gaan. Maar voor het zover is, nog even de samenvatting. Ja, licht wisselvallig weer. De eerste week, volgende week, dat kan best wel heel wisselvallig zijn. We noemen het ook wel Hollands zomerweer, hè, omdat er natuurlijk ook gewoon perioden zijn dat het mooi zonnig weer is. Tussen die storingen door kan het echt heel stralend zijn. En aan het eind van de maand, mogelijk dan die weersverandering. Dan ziet het er allemaal wat rustiger uit. Maar goed, dat is natuurlijk wel heel ver weg. En we weten van weersverwachtingen voor de lange termijn. dat met name op die lange termijn er best ook nog wel dingen kunnen gaan veranderen. Fijn weekend.